De situatie in Suriname is er nu net niet één die gewenst is. Iedereen moet een bijdrage leveren om te komen tot een beter Suriname. Ook de jongeren, zegt Priya Sital, voorzitter van het Jeugdparlement. Sital heeft vandaag de jeugd gefeliciteerd met de Internationale Dag van de Jeugd. Ook de jongeren in Suriname zouden hun bijdrage moeten leveren om te komen tot een beter Suriname. Van Suriname is op dit moment niet één die gewenst is. Maar daar moeten we samen iedereen meedenken van hoe we eruit kunnen. En natuurlijk heeft de jongeren, de toekomst of het volk van morgen een bijdrage daaraan te leveren aan het opbouwen en ontwikkeling van het land zelf. Tijdens het onlangs gehouden seminar zijn volgens Priya door de jongeren een aantal voorstellen gedaan. Als het gaat om onderwijs zijn er een aantal voorstellen gedaan. Bijvoorbeeld jongeren van IMIO hebben gevraagd over de structurering van IMIO zelf. Over criminaliteit bijvoorbeeld zijn er voorstellen gedaan door jongeren van dat er aangepakt moet worden om om criminaliteit te verminderen en zo. En ook als we praten over sport. Ook over landbouw, agrarisch sector zijn er kanttekeningen gemaakt over voedselveiligheid. Dus zijn zo te noemen aantal, ik kan het niet allemaal uit het hoofd noemen, maar we hebben al een document. En het document is inmiddels al klaar. Dat zal binnenkort overgedragen worden aan alle beleidsmakers. Aldus Priya Sital, de boodschap die ze vandaag heeft voor de jongeren bij de Internationale Dag van de Jeugd is om te kijken hoe ze armoede tegen kunnen gaan en duurzaam kunnen consumeren.